Van het vliegveld Santani bij Hollandia vertrok het gezelschap Nederlandse deskundigen dat een oriëntatiereis door Nieuw-Guinea maakte voor een bezoek aan de Balim-vallei in het centrale bergland. De vallei ligt in de afdeling Hollandia, in een gebied dat grenst aan Australisch Nieuw-Guinea. De Papua's, die goed deels nog in het stenen tijdperk leven, tonen niet de minste angst voor het vliegtuig. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw Keizer Hardiks, en de andere leden van het gezelschap werden door hen vriendelijk ontvangen. De Papua's in deze veelbesproken vallei beoefenen de landbouw op een zeer primitieve manier. Om hen tot een hoger levenspeil te brengen, is het ten eerste noodzaak om hen op landbouwgebied betere methoden te leren. Flinke stukken land zijn reeds in cultuur gebracht. De Papua's in dit gebied leren het gebruik van de verschillende gereedschappen tijdens de bouw van hun eigen huizen. Een belangrijke bijdrage tot de economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea levert de houtwinning. In de moderne houtzagerijen, zoals in Manokwari, hebben de Papua's een groot aandeel in de werkzaamheden. In het aardvakgebied bij Manokwari wordt met kracht gewerkt aan de ontginning van het oerwoud en de aanleg van wegen om het hout uit het binnenland snel te kunnen vervoeren naar de kust. Met behulp van bulldozers gaat men de groene hel te lijf. Deze in dit land onmisbare krachtpatsers verrichten in korte tijd het werk van tientallen arbeiders. Zodra de weg in eerste aanleg gereed is, worden ook de Papua's als arbeidskrachten ingeschakeld. Als beloning voor hun werk ontvangen de Papua's in plaats van geld liever ingeblikte levensmiddelen. De wegen mogen dan nog primitief en hobbelig zijn. Ze zijn het begin van openlegging van een gebied waarin de autochtone bevolking langzaam maar zeker meebouwt aan haar ontwikkeling die moet leiden naar zelfbeschikking.